Ik ben er heel voorzichtig in. Het lijkt alsof er een tijdlijn in zit. Over de terugkeer van het Joodse volk hier naartoe. De opwekking die hij onder hun gaat geven. En dan de dal van de dode binderen, die komt daarvoor. En dan de aanval van de legers van Gog en Magog. En dan na 40 dan zie je de herbouw van de tempel, de terugkeer van de Messias. Nogmaals, er zijn een heleboel theologieën over, dus ik ben er wat erg voorzichtig in om dat te zeggen, maar het lijkt alsof er een tijdslijn is. In hoofdstuk 35, wat hij doet is, hij spreekt tegen het Seïrgebergte. En het Seïrgebergte, helaas een klein kaartje, maar hier heb je de, dat is Jozua's tijd, toen hebben ze al die landen in bezit genomen, op Gods bevel. Hier heb je Edom, Moab en Ammon. En dat waren de landen waar de nakomelingen van Ismaël, Esau en Lot zijn komen te wonen. Die drie zijn verbroederd met elkaar. Dus je kan, dus onderling, die heten nu de Arabieren. Dus je kan niet aan de Arabier vragen van, stam je nou van Esau of van Lot af of van Ismaël? Want het is helemaal door elkaar verweven. Dat werd één volk. En daaruit zijn al die Arabische volkeren gekomen die nu om Israël heen liggen. Oh ja. En als hij tegen Seïrgebergte praat, dan praat hij tegen Edom. En Edom staat voor Esau. Dus hij praat eigenlijk tegen nakomelingen van Esau. Maar nogmaals, dat zijn ook de nakomelingen van Ismaël en van Lot. Goed, als hij, als je in het woord Esau, in het woord van God, het woord Esau of Edom tegenkomt, of Seïrgebergte, dan praat God eigenlijk tegen de nakomelingen van al die drie lui die ik net genoemd heb. Dus dan praat hij tegen de Arabieren. Dus een Arabier is een moslim, maar een moslim is niet een Arabier. Ja? Een koe is een dier, maar een dier is niet een koe. Hoeft niet altijd. Ja? Dus Arabieren, dat zijn nakomelingen. Dus hij gaat nu praten in Ezechiël tegen deze groep. Ik heb een hoofdstukje bij. En dan zegt hij. In 5 zegt hij dit. Je hebt de Israëlieten altijd gehaat. Je hebt ze uitgeleverd aan het zwaard, zelfs toen het onheil hen trof en toen er met hen werd afgerekend. Hij praat dus nu tegen Edom, tegen Seïr, oftewel tegen het Arabisch volk. En dan zegt hij tegen hun wat hij met hun gaat doen. Dat zal dus in deze tijd gaan gebeuren. Want het is toekomstvoorspelling, eindtijdvoorspelling. Gaan we even naar 10, er staat. Je hebt gezegd. Die twee volken en die twee landen zijn van mij. Twee volken, één stammerij en twee stammerij. En in de Bijbel, als je het woord Juda tegenkomt, dan is het de twee stammerij. En als je het woord Ephraim of Jozef tegenkomt, dan is het de tien stammerij. Dus jij hebt altijd gezegd, die twee volken en die twee landen zijn van mij. Ik zal ze in bezit nemen, al heeft de Heer er gewoond. Dit komt verschillende malen in Gods woord voor. Dat hij tegen... In feite tegen de Arabieren zeggen, maar jullie weten het wel. Jullie weten dat dit mijn land is. Je weet dat het land van mij is. En dat ik het aan Israël gegeven heb. We zouden in principe met elkaar zouden naar de Verenigde Naties moeten. En dit konden ze voorlezen. Mooi idee, eruit gegooid natuurlijk. Daarom, zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Ik zal de woede, de afgunst en de haat waarmee jij hen belaagd hebt, vergelden en door jou te straffen... Door jou te straffen zal ik mij aan hen, aan Israël, openbaren. Dus er komt de tijd dat God de nakomeling van Ismaël, Lot en Esau gaat straffen. En daarmee zal hij tegen het Joodse volk laten zien dat hij werkelijk God is. Dan zegt hij nog, al je beledigingen heb ik gehoord. Alles wat je hebt gezegd over de bergen van Israël. Dat ze verwoest waren. Dat jij ze kon plunderen. En ook tegen mij heb je op hoge toon gesproken... Ook mij heb je uitgedaagd. Ik heb het gehoord. Het is een heel duidelijke relatie tussen de God van Israël en zeg maar het Arabische volk. Ze weten het. En dan ga ik even naar 36. Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël. Wat zijn de bergen van Israël? Die komen in de Bijbel verschillende keren voor. Laten we even terug naar het plaatje. Om een grote kaart mee te nemen. Dit is het gedeelte wat nu Israël heet.
En wat toen de tijd ook Israël heette, dit is wat nu Jordanië is. En hier heb je de berg van Israël, die strook. Heeft wat belangrijke plaatsen, is Sichem en Bethel en Jeruzalem, Bethlehem, Hebron en een beetje ten westen ervan Beersheba. Bestudeer de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob en je zal zien, dat zijn de plaatsen waar zij steeds van zijn. Dat zijn de plaatsen waar God de verbonden heeft gesloten met hun. Alle verbonden, tot op de laatste. Voor God zijn deze bergen zo uitermate belangrijk met een middelpunt Jeruzalem. Maar Sichem heet tegenwoordig Nablus. Daar zitten de Arabieren.